reden waarom er aan Revolution gewerkt wordt, is dat we op leeftijd zitten met de attractie, waardoor dat bepaalde zaken buiten tolerantie komen in het mechanisch gedeelte en vooral het onderstelgedeelte van de trein. De verbindingsassen tussen de trein, dat is een pen in een glijbus. Die glijbus die zit geklemd in het origineel materiaal. Die klemming die gaat weg, doordat we dat telkens elk jaar eruit en erin en eruit en erin halen. En dan moet dat gat geruimd worden. Dan komt er een grotere bus, dus we nemen materiaal weg. En dat is over de loop van jaren zitten we nu eigenlijk aan een maximum dat Vekoma zegt van we kunnen de sterkte niet meer garanderen. De moeilijkheid in dit project is eigenlijk de voorstudie geweest naar hoe het probleem aan te pakken met het materiaal en de materiaalstudie. We moesten dus grotere gaten gaan boren. We moesten letten op de stevigheid. Wat gaan we doen? Een trein één op één vervangen of gaan we een volledig nieuwe trein erop zetten? Uiteindelijk zitten we met de normen in de industrie, normen binnen de attractiewereld die in de loop der jaren veel strenger zijn geworden, waardoor dat we eigenlijk niet anders kunnen dan een één op één vervanging. Een nieuwe trein had nooit gepast. Er moet een hele studie komen op het traject. De baanberekeningen, alles moet opnieuw gedaan worden. Ja, en dan kunnen we hem even goed plat gooien en iets nieuws zetten. Hè. En dat willen we niet. Vanuit TUF is ook gevraagd hier een oplossing voor te zoeken. Dus de oplossing hierin is na veel studiewerk om het volledige chassis van de trein te vervangen. Ja, waarom de Revolution zo geliefd is, is omdat het een unieke attractie is. Hè. Hij is momenteel nog de enige in de wereld. Hè. De lange trein indoor gaat je nergens anders vinden. Ja, en is een gevestigde waarde hier in Bobbejaanland en verder buiten. Hè. Het feit is dat onze Revolution een verjaardag te vieren heeft en dat we hem terug in zijn oude glorie willen herstellen. Hè. Terug naar de setting brengen die hij verdient. Hè. Dus een nieuw onderstel betekent dat we eigenlijk het bovenstel niet achterwege laten. En de bodies ook een hele nieuwe touch geven, terug naar de originele kleuren. We gaan proberen de ride-beleving terug op te waarderen. Niet te veel moderne zaken insteken, het lekker vintage houden, als waar die van komt. En dan gaan we natuurlijk de beleving in de wachtrij ook opwaarderen. Maar dat zal allemaal ontdekt moeten worden door de bezoeker zelf.